Dat is de Six Shell. Dit moet de geheime doorgang zijn naar de stallen waar de Six de koeien vasthoudt. Ik moet snel zijn. Die meeneemverpakkingen moeten volgens mij van de kantina komen. Die lege meeneemverpakkingen ken ik ergens van. Die lege meeneemverpakkingen ken ik ergens van. Dit kan niet moeilijk zijn. Oh-oh. Ik kan nooit voorbij die alligators zwemmen. Ze bekijken me alsof ik een lekker hapje ben. Alligators. En ze zien er nog hongerig uit ook. Ik hoop dat ze niet van vossenvlees houden. Die alligators lijken wel uitgehongerd. Goed dan. Eens zien hoe kippenkluifjes met geheime saus de alligators bevalt. Ze vallen in slaap van die geheime saus. Een brug van krokodillenleer. Maak je niet kwaad hoor, alligator. Ze hebben melkkoeien ontvoerd. Ik heb ze gevonden. Volhouden allemaal. Mijn naam is Spyfox. En ik kom jullie zo redden. Hou nog even vol. Ik kom zo snel mogelijk. Bij deze verklaar ik u tot vrije scharrelkoeien. Je dacht dat je had gewonnen, Spyfox. Maar je zit ernaast. Doe maar, deze keer kun je de koeien bevrijden. Maar ik kom terug om de wereld voorgoed uit te melken. Niet zo snel, Sikki. Het laatste dat de wereld kan gebruiken is dat ik nu een bok schiet. Snel handelen, Fox. Deze weg lijkt daar opeens op te houden. En ik was er zo dichtbij. Later die dag. Voor getoonde heldenmoed en onverschrokkenheid in de strijd tegen de mondiale zuivelcrisis, decoreer ik u, Spyfox, met het op één na lekkerste koekje voor koelbloedigheid in koeienkwesties. Nou, bedankt meneer de president. Ik had alleen liever die schurk van een Billy de Sik aan het gerecht overgeleverd. Ach, de volgende keer krijgt u die boef vast wel te pakken. 3 hoeraatjes voor Spyfox. Tja, mijn koekje heb ik nu, maar heeft er iemand melk om het in te soppen? Nu snel handelen, Fox. Deze weg lijkt daar opeens op te houden. Dit zou mij zo in de zeppelin van de Sik moeten schieten. Ja! Dat was een goede binnenkomer. Ik kan me beter even melden bij Kaat Primaat. Spyfox meldt zich bij het mobiel commandocentrum. Even geduld, alstublieft.
Spyfox. Heb je Billy de Sik nu al gevonden? Ik zit nu op zijn vluchtzeppelin. Professor Kwak zegt dat hij je op de radar kan volgen. Spyfox, je mag Billy de Sik niet laten ontsnappen. Komt er dan geen vervolgverhaal? Er zijn nog genoeg superschurken op aarde. We hebben voorlopig nog genoeg werk. Ja, Spyfox hier. Wat doe ik als ik hem te pakken krijg? We hebben al gezorgd voor een mobiele boze boevenbak. Kaartprimaat. Ken jij de precieze locatie van de boze boevenbak? Ja, de coördinaten zijn 24 graden oosterlengte, 6 graden zuiderbreedte. Je zult er met de zeppelin overheen moeten vliegen. Ik zal de locatie doorgeven via de spionklok voor het geval je er nog eens naar moet kijken. Nu moet ik deze miserabele zeppelin naar die locatie zien te krijgen. Ik kan maar beter achter hem aan. De coördinaten van de boze boevenbak zijn 24 graden oosterlengte, 6 graden zuiderbreedte. Het doet me denken aan de tijd dat ik nog een hoogvlieger was in de spionnenluchtmacht. Ah ja! Dat moet de toegang tot de voorkant van de Sik zijn duivelse zeppelin zijn. Dit moet de controlekamer zijn van waaruit de duivelse zeppelin van de Sik wordt bediend. Een bedieningspaneel. Nu kan ik de coördinaten gebruiken die Kaatprimaat mij via de spionklok heeft toegestuurd om dit dekselse gevaar te boven de boze boevenbak te krijgen. Dan kan ik Billy de Sik eindelijk opbergen waar hij hoort. Een truc te vinden om de Sik zo vanuit de zeppelin de boze boevenbak in te schieten. Ik wou dat ik Spyfox zijn gezicht gezien had toen ik ontsnapte met mijn metalen zeppelin. Zo kom ik bij de achterkant van deze zeppelin. Volgens mij heeft iemand zijn broodjes niet opgegeten. Ach, je weet nooit wanneer een vos een stuk droog roggebrood kan gebruiken. Een elektrische schroevendraaierset. Die kan me goed van pas komen. Je weet nooit van tevoren of je ergens nog wat schroeven aan moet draaien. Ik moet terug via dezelfde weg als daarnet, maar het vliegtuig kan ik niet meer gebruiken. Nu kan ik beginnen aan plan B voor de wereldzuiveloverheersing. Aha, hier ergens moet de bediening van de schietstoel zitten. Eindelijk kan ik de Sik in de boze boevenbak gooien. Aha, gelukt. Wat een interessant apparaat. Het heeft wel iets weg van het tosti-ijzer in de bedrijfskantine van Spionkop.
Misschien lukt het met een stuk roggebrood. Mijn val is klaar. Ik moet opschieten. Wat gebeurt er? De zeppelin verandert van koers? Sorry, Sikkie. Ik heb nog een taak te vervullen. Hé? Wat? Spy Fox? Ik heb er schoon genoeg van dat je je bemoeit met mijn zuivelzuiveringsplannen. Tja, ach. Ik daag wel vaker op om de vermaledijde plannen van schurken te dwarsbomen. Ik wilde alleen een toast uitbrengen op je succes, voordat je vertrekt. Vertrekt? Wat bedoel je daar? Nee! Jammer dat er maar één parachute was. Oh, dat zag er pijnlijk uit. Ik denk dat de Six en geitenproducten nu allemaal zelf kan verorberen in de boze boevenbak. Mijn boze plan was zeker geslaagd als die verduivelde Spy Fox er niet was tussengekomen. Spy Fox! Hiervoor zul jij boeten! Wij zien elkaar nog wel. Er is geen gevangenisbestand tegen Billy de Sick. Later die dag. Heer Hector Investigator met ons voornaamste nieuws. Spy Fox heeft de zuivelafhankelijke landen van de wereld gered van een bijna catastrofale melkschaarste. Vandaag ontvangt de president hier op het Capitool Spy Fox als nieuwe held van het volk. We gaan nu live naar de presidentiële perszaal waar de plechtigheid inmiddels is begonnen. Voor de getoonde heldenmoed en onverschrokkenheid in de strijd tegen de mondiale zuivelcrisis en voor de uitlevering van de snode Billy de Sick aan het gerecht, decoreer ik u, Spy Fox, met het hoogste onderscheidingsteken dat ons land kent. Staat u mij toe u het allerlekkerste koekje voor koelbloedigheid in koeienkwesties aan te bieden. Nou, bedankt meneer de president. Het was eigenlijk gewoon een routineklus. 3 hoeraatjes voor Spy Fox. Ja, mijn koekje heb ik nu, maar heeft er iemand melk om het in te soppen? Mijn boze plan was zeker geslaagd als die verduivelde Spy Fox er niet was tussengekomen.
Mijn boze plan was zeker geslaagd als die verduivelde Spy Fox er niet was tussengekomen.